Inspiratie nodig? Plan een adviesgesprek in. Bij Pronto Wonen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Ik kwam het begin van de wedstrijd vroeg op voorsprong door een mooie goal op de actie van Derral. Daarna hadden we het wel moeilijk. Kregen een moeilijk druk op Excelsior. Kwamen te ver achteruit. En, ik denk een kwartier, 10 minuten voor rust. Pakten we het beter op door wat sneller door te stappen. En toen kregen we ook meer druk erop, gingen we ook beter voetballen. Hadden we meer de bal. En de tweede helft hebben we ook met elkaar gezegd van in de rust. Op deze manier zijn we gevaarlijk en komen we tot betere kansen. Tweede helft hebben we dat ook zo hebben we dat ook doorgedrukt, denk ik. Alleen dan ligt die bal een paar keer en dan ging die vandaag net niet binnen. Nee. Vond je het spel dat je speelde wel beter dan de afgelopen twee wedstrijden? Toen je ook wel in de laatste minuut won, maar nu win je hem dan niet. Maar vond je het spel wel beter dan? Ja, vond ik wel. Ik denk dat we kwamen wat meer in de kantwissels, wat meer inspelen, doorbewegen. Alleen we hadden een paar mogelijkheden om te scoren. En misschien de te weinig echte grote kansen, maar wel zeker een paar mogelijkheden. En, vanaf 10 minuten voor rust tot en de tweede helft denk ik wel dat we veel beter veldspel hadden. Alleen deze keer valt hij dan niet. Ja, is dat dan het enige wat je als ploeg kwalijk kan nemen? Dat je die kansen niet afmaakt? Want ja, ik heb ze niet geteld, maar het waren een heel aantal. Ja, dat klopt. Dat denk ik wel. Ik denk dit is wel een... als we op deze manier doorgaan, dat we in ieder geval iedere wedstrijd meer kansen blijven creëren dan de voorgaande wedstrijden. Alleen het is dat zonder dat onszelf niet belonen en gelijk spelen. En wat je zegt, dat voelt toch een beetje als een nederlaag. Ja, je had goede zaken kunnen doen, want NAC verliest vandaag. Ja. Je loopt maar 1 puntje uit, dan komt er toch heel veel druk te staan op dat volgende duel. Ja, dat zeker. Ja, ik denk anders ook wel, maar nu helemaal. Maar dat wist ik ook van tevoren. Alleen het is wel hartstikke zonde dat we er gewoon 2 punten meer uit moeten lopen. Ja. Neem je dit spel mee naar de volgende of kan dat ook nog beter? Ja, ik denk dat NAC wel weer een andere wedstrijd wordt. En dat het is ook een fysieke ploeg. Ik denk dat het wel meer, misschien nog meer een vechtwedstrijd wordt dan vandaag. Dat vond ik in de thuiswedstrijd ook al. Maar dat zijn wel belangrijke potjes en wedstrijden waar we weer volop moeten kloppen.